Ding ist, vom Leben am Massive Denken, Inner Frame, so das interne Skelett, was man sieht auf der Foto, hat echt ein Skelett von mir, zoals de mechanisch zou uitzien, dann halt alle armen Parts erop worden gesetzt. Dus voor de meeste models is de Masterweight eigenlijk de beste versie van die model die je kan krijgen. Want dan echt een beetje de pinnacle daarvan is. Zal er ook bij superior articulation, superior detail. Maar dat jullie dat al iets zien. Masterweight voor 2000, Masterweight na 2000. En ook enorm veel gimmicks van dat cockpit die ook wel, zoals ik al zei, zit een pilot bij in. Articulatie, enorm goed. De Zaku 2 version 2.0. Articulation is zeker heel veel van de high grade, strike bar, Yakushiki, alles wat meer fancy wilt. Destiny Gundam, full burst mode met logos, double X. En nu Perfect Grade, 61 skull. Heb ik niet zoveel dat denken, gewoon simply de best. Perfect Grades, je betaalt er veel voor, maar je krijgt er ook even veel voor. Er zijn maar een paar Perfect Grades die je belangrijk zijn. Als om een paar jaar uitkomen, omdat bij de Perfect Grade echt is de band is echt van nu gaan we het beste maken dat er is. Je krijgt niet enkel full inner frame, de armor parts die removable zijn, maar je kan ze echt nog open doen ook. Bijvoorbeeld zoals extra op de service worden. Bij de GPO-1 krijg je echt nog een kleine hanger erbij. Light-up parts. Bij sommige master grades ook, maar bij de Perfect Grades eigenlijk standaard ingebouwd. Altijd minstens de ogen oplichten, beams even oplichten, cockpit die oplicht. Tot slot even een beetje over de Perfect Grade Unicorn. Afhankelijk van hoe je bekijkt, de slechtste Perfect Grade of de beste Perfect Grade. De gewone Unicorn, als je kijkt naar de inner frame, minder gedetailleerd door de transformation gimmick. Maar als je de extra LED set koopt, wordt het net de Tyra's Kitchen 3D aan het kopen. Dan Real Grade, ook 144ste. Het ding waar Wilbert is, ziet er enorm nice uit, heel gedetailleerd. Ze proberen echt, zoals de titel het zegt, real te zijn, zoals je zou denken. Zo ziet het er echt uit. Het probleem is, het is een kleine master grade. Dat wil zeggen, vrij fragiel. Ze proberen ook een volledig inner frame te geven. En ze hebben echt hun best gedaan om de master grades te verkleinen. Met als resultaat dat sommige real grades heel fragiel zijn. De beste real grades zonder tafel de Gundam Mark II. En dat enige die echt, waar je echt van kan zeggen, van die staat er. Gewoon bij de Wing Zero, de Wono, Wing Bird Katoki, Zagog. De slechtste zonder Puffin Z, dat kan dan heel fragiel, kan transformeren. Als je al geschikt bent. Dan SD, die licentie, zelf ben ik er niet heel erg bekend mee. Super Superdeformed, Q's. Heel snel te bouwen, heel simpel in kits. Ook heel goed om mee te beginnen als je fan bent van bijvoorbeeld Nendoroids of Chibi Figures, dat je bij. Zijn we meer cutie, dan heb ik twee grote strekkingen in de SD-line. Er zijn de meer moderne, die gaan eigenlijk meer voor ja, meer articulatie, wat meer erop lijken. Of de rechtse zijn de oudere kits, ze zijn veel simpeler te bouwen, ook veel goedkoper. En het coole daar is dat er heel veel van die gimmicks zijn. Bijvoorbeeld heeft een bazooka die schiet. Een andere is bijvoorbeeld de Geldhoek, die SD. Er zit een rekker in, kan je opdraaien en werkt als een propeller. Dus bij die S, als je de oude SD speelt, dan bijna elke oude SD zit wel iets in waar je denkt van leuk om dit te spelen. En als je van bouwen bent, nog 20, 30, 50 jaar worden, dat is gebouwd dan je denkt van nou, ik ga daar toch eens een keer op iets mee schieten. Natuurlijk, je ziet dan ook de Sangoku dan, die zijn zo meer mythisch geïnspireerd. Welke tools we nodig hebben voor Gamma-bouw? Eigenlijk heel simpel. De standaard model kit supplies. Gewoon een pair of nippers, een hobby knife en je kunt al beginnen. En om heel eerlijk te zijn, mijn eerste kant dat ik gebouwd ben schaar. Dus om heel grof te zijn, je kunt er nu eens kopen naar huis gaan en direct meer in dingen. Hier wil de schaar daar even dingen op. Ik heb zelden wel mensen die gewoon een nagelknipper nemen. Dus daarom, het is eigenlijk een hobby om heel simpel mee kan beginnen. Want in het begin zei, simpel om in te stappen en dan kan je zo ver gaan als je wil. Dan al één stap verder is een Gundam Marker. Dat is eigenlijk, heel cru gezegd, een fijn stiftje waarmee je zo wat lijnen inkleurt op je Gundam. Daar heb ik een klein beetje van de kleur op, maar perfect. Ik weet niet of het heel zichtbaar is, maar boven zie je het gezicht voor de paneling. En daar had je
Kreis gehören, weil da der Bildungsrat ist und der Bund und der Fies über uns gegenüber. Als die nicht versichtbar ist, der Lecture kann man dann noch gerne was noch mal ins Digitalline sein. Ich denke auch, wenn man nicht Digitalline sein kann, kann ich Verschil sehen. Wir können da mehr auf eingehen. Weathering, gewohnt bei der Klinik, wo Arme hier. Wir sind Gunnar Markers, wo wir Weathering kann doen. Wir sind Weathering Masters von Tamiya. Das sind allemaal heel gemakkelijk om te gebruiken eigenlijk. De Tamiya Markers lijken op schmiedozen, omdat het eigenlijk schmiedozen zijn. Er zit letterlijk een borsteltje bij van een schmiedoos, waarmee je letterlijk gewoon over je Gunnam gaat. Schmink je Gunnam en dan krijg je een Weathering effect zoals ik het noemde. Het is een heel simpel effect, je neemt gewoon een vel, je gaat over de randen met je vel, je neemt een zilveren Gunnam marker, om het effect te geven van de verf is afgegaan, dan een beetje roest, als je metalen boodschap roest een beetje maakt, gewoon een effect zoals dat. Dus hier weer een kleine stap verder, waarmee je eigenlijk een enorm nice resultaat kunt krijgen. En dit zijn eigenlijk dingen dat je zegt van, ik bouw er een paar, ik probeer het dan. Heel simpel om eigenlijk aan te gebruiken. En als je de tools hebt gekocht, dan iets heel leuk, customization. Oké, je kunt allemaal Gunpla kopen, je kunt die Gunpla in elkaar steken. En dan heb je de Gunpla van het TV. Je hebt de mobile suits die je in serie ziet, die mobile suit, iedereen heeft. Iedereen heeft zelfs accessories. Maar zeker tegenwoordig begint Bandlight ook meer en meer voor customization dingen aan te brengen. Het is heel gemakkelijk eigenlijk, zijn de system weapons, zijn eigenlijk letterlijk weapon sets. Er zitten twee wapens altijd in. Bijvoorbeeld de bovenste, de sniper rifle, kan je op enorm veel verschillende manieren bouwen. Er zit een zwaardraak eigenlijk op enorm veel verschillende manieren bouwen. Er zitten ook handen bij, die op die wapens passen en die in praktisch elke gunpla passen van 144 schaal. Als je een ander wapen voor je Gunpla, system weapons, en ze zijn nu ook bezig met builder parts voor meer gedetailleerde thrusters, meer gedetailleerde V-fins. Enorm uitgebreid arsenaal, zeker iets om te onthouden als je er verder wilt gaan, dus maar een paar voorbeeldjes. Ook iets heel goed om te weten is Cotobukia, een ander bedrijf, maken geen dingen van Gunpla, maar ze hebben wel een lijn die noemt Modeling Support Goods. MSG. De naam van Gundam is Mobile Suit Gundam. MSG. Zeker subtiel, ons product kan gebruikt worden in Gundam. Maar het is ook wel belangrijk om te vermelden, Cotobukia is geen Chinees bedrijf ofzo dat daarop zit te prooien van we gaan Gundam bootlegs, maar het is echt een bedrijf op zichzelf, ook heel hoge kwaliteit. Dus van Cotobukia is zeker waar, is te kijken naar wat is daarvan. Dan iets misschien waar je niet direct aan denkt, 1/6 scale. 1/12 scale weapons. 1/6 scale wapens, de wapens die je meestal gebruikt voor action goals. En die gaan ongeveer samen met 100 scale gunwams. Dus waar je niet direct aan denkt, bijvoorbeeld 1/6 scale wapens kan je gebruiken met je gunwams. 1/12 scale weapons zijn eigenlijk de bedoeling om te gebruiken met Figma en andere standaard actiefiguurtjes, maar die zijn dezelfde groot als een hybrid van gunwam. Dus, bijvoorbeeld. 1/12 schaal machinegeweer die van perfect samen met Gunman en ja, de boxart is gedaan voor marketing. Hier een keer van Hybrid Build Custom. Wat Mama je ook uitgeeft, zijn er nog meer weaponsets, backpacks om eigenlijk je Gunman volledig te customizen. Dan wil ik het zondag even hebben over niet-Bandai dingen. Kort gezegd, alles wat niet-Bandai is, is niet officieel. Zoals ik in het begin zei, Bandai heeft eigenlijk Gundam gered van de dood, vernietiging. Dus Bandai zijn de enigste die een license hebben voor Gundam Bollekits te maken. Actiefiguren, figures mogen gemaakt door andere bedrijven. Als Bollekits zijn, enkel Bandai. Niet enkel Bandai maakt Gundam Bollekits. En dus de pure versie is, niet Bandai, niet officieel, illegaal actually. Maar we maken wel een paar onderscheiden. We hebben bootlegs, third party, resin. Bootlegs, just no. Zijn identiek aan de Bandai model kits. Gewoon helft van de prijs en een tiende van de kwaliteit. We beginnen met bijvoorbeeld E.T. Homie, zoals ik in het begin had gezegd. Je bent dat ding aan het maken, dat gaat compleet niet samen. Dat is disaster. Of andere leuke dingen. Het is geen Gundam Mark II, het is de